Boom. Ben je gewoon een beetje handig? Wat doe ik? Zal ik nog een keer vallen? Zal ik nog een keer vallen? Ja, maar dan. Oké. En dit zijn van die dingen die ik nooit zelf zou kopen. Zo'n kopje er allemaal aan, man. Krijg je dat? Ja, dat heb ik wel voor het woord van de jongens gegeven. Oh. Ja, dat is heel goed. Veel goed, hè? Ik heb bijna niet zelf gekocht. En die jongens die zijn trouwens op het schip wat jij ooit aan de keer gegeven. Ja? Daar krijgt hij wel wijs mee. Ja? Ik denk nou, malle meid. Ga je nou eens kerk op de grond gooien? Ja, maar dat is allemaal geluidjes en dingetjes en... Kan je erbij? Nou, weet je wat ik wel vind? Want ze inderdaad zoveel hebben. Dat je ook echt denkt, ja, wat moet je ze nou nog geven voor de verjaardag? Nou, ja, ik weet wel wat, maar... Oh, en jongen. Nee, jongen, ja precies, want eigenlijk... Het zet is al zoveel op. Maar ik weet wel wat, hoor. Ja? Geef je toch geld? Nee, ik geef wel geld. Geld is nooit zo leuk. Nee, ja. Maar ik zou het zelf ook niet allemaal rekenen. Ik weet wel het rekeningnummer van... Maar van die jongetjes weet ik het niet. Maar dat is niet voor een studie toch of zo, hè? Dus gewoon dat ze laat zelf iets leuks voor kunnen kopen, toch? Het is hun geld, hè? Ik hoef eerder voor de laatste 18 jaar. Ja, dat kan hun dan. Ze hebben zelf niet eens nagekomen. Nee, maar dit is tegen ons gaat zeggen, nou weet je wel. We kopen daar een leuke studieboeken van. Nee, dit is om een eigen kapitaal op te bouwen. Maar kun je dat zelf niet meer aankomen? Als je 18 bent? Het is van hun. Dus. We rekenen dat echt hun naam. Ja. Dan ben je zeg maar een soort van risico. Maar waarom heb je nu 18 dagen pas?